Und dann ist es nicht Zeit für Marsh Matrix auf der Sega Dreamcast, gedreht auf ein Raspberry Pi 4 mit Batocera Linux 30. Even kijken hoe Marsh Matrix het ervan afbrengt. Dat spel loopt niet altijd even soepeltjes. Op de emulator. Proud to present the Marsh Matrix from Capcom in America. Twiddly 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 tee. Eens even kijken of de intro hierin zit. Takumi! Nou, die heeft echt galon eruit gesloopt, denk ik. Arcade. Restart to skip. Pearson Canning. Kijk eens even knallen, jongen. Pookje werkt. Vierkantje werkt. Kaartjes werken. Nou, lekker schieten. Altijd. Met schieten en dan komt er zo'n blast. Boom. 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 Nou, dat loopt best aardig, maar de eindbaas, daar wordt het allemaal feest. Kijk, je kan zo die kogels opsparen en dan boom, alles slopen. Alles kapot schieten hier. Als je opgeladen, dan kun je die kogels er pakken. Zo, bam. Aan. Al die kogeltjes pakken, lekker knallen. Lekker muziekje hoor. Dat draait soepeler dan ik had verwacht eigenlijk. Oeps. Soepeler dan dat ik ben. Sorry. Hier van het wijken. Oh, ik heb die kant op. Nou. Ik ben eigenlijk een beetje stil van. Ik weet niet of ze de boel geüpdate hebben, maar het ziet er positief uit in ieder geval. Alleen was je nogal blokkerig en, of blokkerig, haperig en zo. Bijzonder. Ja, nu even die blauwe. Een ander geluidje. Filmpje te kijken die ik bijna 20 jaar geleden heb opgenomen. En daar gingen we dit spel ook in spelen. Ja, die had wel een intro. Ik moet zeggen, het loopt bijzonder goed.
Nou, dat is een beetje zonde, maar te graag het ding gebruiken. Terwijl er helemaal niet zoveel kogels in beeld zijn om op te pakken. Kijk, daar is hij weer. Gewaar een schroef. Hoppakee. Blijft toch altijd lukken om er eventjes wat anders af te knallen met je ogen. Nou, helaas. Het is leuk om even weer te spelen. Hij doet het beter dan verwacht. Game over. Ja, die stem is helemaal geniaal. Game over. Nou. Later, mensen. Later.